De vorm herken je waarschijnlijk. De naam is misschien even wennen. En dat heeft te maken met een stukje historie. Dus laten we eventjes bij een oud hok gaan kijken. Beetje oneerbiedige manier om te zeggen dat we naar iets heel tofs toe gaan. Maar dan ga ik je even laten zien waarom ze hiervoor gekozen hebben, voor deze naam. De enige Boxster die had altijd een 6-cilinder motor en daar zijn ze mee gestopt bij Porsche, want dat is niet efficiënt en dan gaan alle boompjes dood en dat willen de mensen niet. Dus moet er een 4-cilinder in. 4-cilinder turbo, dat wel, dat is een verschil met deze auto. Maar deze 4-cilinder die gaat heel ver terug, jaren 50 om precies te zijn. En die 4-cilinder ligt ook hier, achter de voorstoelen, net zoals bij de Boxster. Het verschil is dat dit wel echt een raceauto is, de 718 RSK. En dat brengt ons bij de nieuwe naam van de Boxster, want voortaan heet de Boxster 718 Boxster. De Cayman die gaat trouwens ook straks 718 Cayman heten. Ja, en dit is gewoon een vet ding, dit is historie. Maar we gaan natuurlijk met de nieuwe rij. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik nog even één ding laten zien. Want dit is echt, ik heb het nog nooit eerder gezien. Als jij vaker dit hebt gezien, dan wil ik het graag horen, maar er zit hier gewoon een ruitenwisser aan de binnenkant. Zodat je als je in de regen rijdt en de regen naar binnen waait, dat je gewoon aan de binnenkant je wisser gaat zetten. Dat is briljant! Dus als jij nog een auto kent met een ruitenwisser aan de binnenkant, drop hem even in de comments. En dat brengt ons terug bij de nieuwe auto, de Porsche 718 Boxster. Laten we meteen twee dingen eventjes uit de weg helpen. Goed nieuws, we hebben er een turbo bij gekregen. Dat is altijd goed, want meer koppels, meer pk's, al die dingen. Helemaal fantastisch. Slecht nieuws, 2 cilinders ingeleverd. En daardoor klinkt deze auto een klein beetje, en dit gaat me niet in dank afgenomen worden door de liefhebbers van het merk, maar hij klinkt een klein beetje als een Subaru Impreza WRX-STI. Is misschien niet helemaal wat je wil als je een Porsche koopt. Aan de andere kant, als jullie gewoon allemaal niet zo moeilijk doen over bomen die doodgaan, dan zouden we dit gezeur helemaal niet hebben en zouden we allemaal gewoon lekker met 6-cilinders en 8-cilinders rondblaffen. Die motor meteen maar eventjes behandelen. Turboblok, lage toerentallen, oké, maar niet heel veel. Punch of zo. En zo vanaf 2.500-3.000 toeren, dan begint die turbo echt goed zijn werk te doen en lekker te janken. Dat is wat anders dan wat we van de nieuwe 911 gewend zijn. Daar is natuurlijk ook een turbo opgekomen, wel op een 6-cilinder, niet op een 4-cilinder uiteraard. Maar daar hebben we te maken met 2 turbo's. In dit geval hebben we te maken met 1 turbo. Die ene turbo die zit op een 2 liter in de gewone Porsche Boxster en in deze Boxster S waar wij nu mee op stap zijn. Zit hij op een 2,5 liter 4-cilinder. De standaard Boxster heeft dus een kleiner blok. En uiteraard de keuze is er uit handbakken en PDK. Nou, kies je voor een handbak in combinatie met een gewone Boxster. Dat is de langzaamste combinatie. Voor zover je van langzaam mag spreken bij zo'n auto. Maar dan ga je 5,1 seconden naar de 100. Kies je voor een PDK dan, en met Sport Chrono en de hele Rambam. Dus de snelste versie van de gewone Boxster. Dan ga je 4,7 seconden naar de 100. Want overal kan je dus wel stellen dat de Boxster echt een heel stuk volwassener is geworden. Bijvoorbeeld kijken naar acceleratiecijfers, dan zit je echt heel dicht in de buurt ineens weer van een 911 Carrera. Die natuurlijk met de modelupdate wel weer ook wat sneller is geworden. Maar hij is gewoon echt, ik geloof 18e sneller naar de 100 dan dat de vorige generatie Boxster was. Ja, en dat is gewoon... De Boxster mag eindelijk een soort van sportauto zijn en het begint een beetje op te groeien of zo. En persoonlijk vind ik dat helemaal niet erg. Wat leuk is, dat is dat hij, als je hem in Sport Plus zet, dan kan je tegenwoordig met zo'n knop op het stuur instellen. Als je hem daarop zet en je gaat terugschakelen, dan geeft hij automatisch tussengas, tenzij je de ESP echt helemaal uitschakelt. Dus niet in de sportieve stand zet, waarin je al best wel wat mag. Een beetje mag glijden en zo. Maar zet je hem echt helemaal uit, dan zegt hij ook van joh, fuck it, je doet maar gewoon lekker alles zelf. Dus dan geeft hij ook niet meer automatisch tussengas voor je. Om nog even op het geluid terug te komen. Ja, tuurlijk, het klinkt allemaal net iets minder, maar het is ook niet dat het een laf geluid is of zo. Wat wel opviel is dat met de kap dicht, en als je dan, zeker als je de sportuitlaat niet open hebt, zeg maar, dan hoor je dat blok wel echt een beetje, ik weet niet, dat klinkt gewoon niet heel sexy of zo. Maar goed, wanneer rij je nou met zo'n auto met de kap dicht? Ja, in Nederland heel vaak.
Maar als ik hem zou kopen, dan zou ik hem altijd open rijden. Al ging het sneeuwen, dan moet je maar gewoon genoeg snelheid houden om die sneeuw over de auto heen te laten waaien. Door naar alles wat fantastisch is in deze Boxster, want het chassis, dat was al niet slecht natuurlijk bij de vorige generatie Boxster. Sterker nog, dat was echt wel heel erg goed. Maar het is nu nog beter. Stuurinrichting komt van de 991 Turbo, Turbo S. En is ook ja, daarmee wel echt een stukje prettiger geworden. Die auto is gewoon... Hij ligt zo mooi en de balans is fantastisch. Lang leven middenmotor. Het enige wat meer tricky is, is als je ja, een liefhebber bent van het oproken van je achterbanden. Dan blijkt toch dat ja, met zo'n middenmotor setup dat het best lastig is om die auto ja, fijn in een drift te krijgen. Hij is gewoon heel snappy. Hij heeft heel veel grip. En als hij dan eenmaal gaat, ja, dan moet je er wel echt heel erg wakker en heel erg bij zijn om hem goed op te kunnen vangen. Uiteraard is dat wel weer een leuke uitdaging. En hey, zonder uitdagingen is het leven ook maar saai. Verder is ja, die hele auto is gewoon veel volwassener en dat zie je ook terug in het uiterlijk. Toen ik de foto's zag, dacht ik echt, wat hebben ze daar nou gedaan? Die zwarte rand, vooral op de achterkant en die nieuwe achterlichten, vond ik niet heel gaaf uitkomen. Ik moet zeggen, nu ik hem in het echt gezien heb, het is gewoon echt een knappe verschijning om te zien. Die zwarte band tussen de achterlichten, dat is overigens gewoon puur het gevolg van de keus van Porsche om ervoor te zorgen dat die auto er breder uitziet. Nou ja, volwassener, dus groter moet die moeten lijken. Schijnbaar denkt Porsche er hetzelfde over. Ja, wat meer een echt dikke sportwagen om te zien. In plaats van dat het een instapmodelletje, een leuk cabriootje is om mee rond te toeren. Niet dat dat niet kan, je kan hier rustig een boulevard mee afkruisen. This is how we feeling, girl when the party looks so appealing. Be soft to the situation looming, one of them that is gonna be my darling. My top, this is how we... Prijstechnisch, dat is wel grappig. De Boxster begint bij zo'n 67.000 euro voor de gewone Boxster met handbak. De PDK is dan, nou ja, zeg maar 1000 euro duurder, nog niet eens. Maar ga je voor de Boxster S, dan is juist de handbak de dure optie. Lang leven alle CO2-straffen die we in Nederland op autoprijzen duwen. De PDK is natuurlijk dan wat schoner. En ja, dan is het ineens omgedraaid. Dus de allerduurste die je kan kopen, dat is de Boxster S met handbak. Stiekem vind ik dat wel de combinatie om te hebben. Want een handbak is gewoon leuker en meer pk's is altijd leuker. Dat sowieso. Wil je een Boxster S met handbak, dan moet je toch rekenen op een prijskaartje van pak een beetje 87.000 euro. En dat is wel veel geld voor een instappertje. Maar ja, instappertje. De Boxster is wel echt gewoon veel volwassener geworden. En ik denk, stiekem, nou niet eens stiekem, ik roep het al een tijdje, ik riep het ook al in de Boxster Spider video. Als je voor rijplezier gaat, dan moet je je serieus afvragen of je nog wel een 911 moet willen. 911 is groter, zwaarder, comfortabeler eigenlijk ook. Dit is meer de rijdersauto geworden.